woorden dat er inderdaad in Aalst een mini-carnaval plaats zal vinden. Mijn vraag, of onze vraag, is dan uiteraard, wat zal Knokke Heijs doen? Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan evenementschepen Astrid Mestach? Inderdaad, de vraag is duidelijk, schepen. Aalst, mini-carnaval, wat gebeurt er in Knokke Heijs? Gaan wij ook die kant uit? In Knokke Heijs zullen wij geen stutten toelaten. Dat hebben we ook beslist met de werkgroep Carnaval een goede maand geleden. De cafés zullen wel zeker de mogelijkheid vieren om carnaval te vieren. Mensen zullen ook de kans krijgen om zich te verkleden. Dus we zullen zeker Heijst faciliteren om zo goed mogelijk carnaval te vieren. Eigenlijk alles gaat los, of toch heel veel gaat los, vanaf aanstaande vrijdag 18 februari eigenlijk. Hè? Dus er zijn eigenlijk geen beperkingen meer. Er gaat heel veel los, dat is zeker waar. Maar er zullen nog wel beperkingen zijn. Bijvoorbeeld een bezettingsgraad in de horeca tot 70% of een covid-cijf dat nog moet getoond worden. Dus daar zullen we wel nog rekening mee houden. Als Knokke Heijs zelf, als gemeentebestuur, zullen we wel voorzien dat er posten zullen zijn in de gemeente Heijst waar mensen zich kunnen aanmelden en dat we dan zo bandjes kunnen geven aan de mensen die hun covid-cijf hebben getoond. Dus we proberen wel van onze kant dan de cafés een beetje te helpen door zo te ondersteunen. Maar anderzijds zijn er richting cafés, carnavalcafés, geen beperkingen. Ik bedoel, men kan dus hun gang gaan. Ik denk aan sprotjesbakken bijvoorbeeld. Ja, sprotjesbakken zal zeker kunnen doorgaan. We proberen nog zoveel mogelijk sprot te verzamelen. Die zou van Denemarken moeten komen. Maar het is heel moeilijk momenteel om aan sprot te geraken. Maar we proberen ons uiterste best te doen om er zoveel mogelijk te bemachtigen. Wat qua verkiezingen bij carnaval wordt al, dat is een prins en al van die andere dingen, heeft dat ook plaats? Gaat dat ook door? De prinsenaanstelling of prinsesaanstelling gaat zeker door. Er is momenteel maar één kandidaat, dat is prinses Mirjam of kandidaat Mirjam. En die zal doorgaan, de prinsenaanstelling zal doorgaan zaterdag. Dus dat brengen we ook in gereedschap. En waar gaat dat door? In de Ravelingen, de zaal van de Ravelingen, ja. Okay. Ik neem aan dat heel wat Knokke Heijzenaars zullen tevreden zijn met ook deze mini-carnaval in Knokke Heijst, eigenlijk, als ik het zo mag noemen. Net zoals in Aalst. Ik hoop het. Ik denk dat de mensen een beetje een ontlading voelen. Dat we terug een beetje losser kunnen door het leven gaan. Dat we toch wel de bloemetjes eens mogen buiten zetten. En ik denk ook dat het zeker kan en mag. Dus ik hoop dat alle Heijstenaars en Knokke Heijstenaars er zullen van genieten. En zoveel mogelijk profiteren van de kansen die ze nu krijgen. Wat zijn de vooruitzichten? Verwacht men massa's mensen? Ik denk het nog niet. Ik denk niet dat we de grote massa mogen verwachten, want ja, er is geen stoet. En daar komen ook veel mensen van her en der naar onze stoet kijken. Want we hebben toch nog steeds de grootste carnavalstoet van West-Vlaanderen. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat mensen van buiten de gemeente echt af zullen komen naar Knokke Heijst. Exacte datum wil ik nog graag horen. 26, 27 en dan de maandag en de dinsdag ook. Februari, dus binnen 2 weken. Super, bedankt voor deze toelichting, schepen. Ik neem aan dat de carnavalisten zullen tevreden zijn. Ik hoop het, dat ze er maar goed van genieten. En de evenementschepen ook, neem ik aan. Ja, ik zal zeker ook wel een pintje gaan drinken, absoluut. Super. Zoals ik al zei, carnavalisten inderdaad tevreden. Je hebt het gehoord wat er precies allemaal zal plaats hebben in Knokke Heijst. Tot ieders tevredenheid neem ook ik aan. CFM Knokke Heijst via FM, Facebook of onze app.